Welkom allemaal bij RTV Apeldoorn. Wij zijn in Omnisport, want waarom zijn we hier? Nou, hier is de senioren sportmarkt aan de gang. En er zijn zoveel sporten die je kunt doen als senior. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik sta naast meneer Theo Hogeveen. Meneer Hogeveen zit in de organisatie van deze sportmarkt voor senioren. En meneer Hogeveen, de hoeveelste keer doen jullie deze sportmarkt? Nou, het heeft wel geschiedenis. We hebben eerst als seniorenplatform een sportmarkt georganiseerd in de stad. In combinatie met andere aanbieders. Maar sinds 2 jaar werken we samen met Akeris en Steemens in de werkgroep seniorensport. En die hebben dat als het ware overgenomen. Het is belangrijk natuurlijk dat senioren blijven bewegen. Ja. Heel erg belangrijk en daar zijn we inderdaad als seniorenplatform al heel lang mee bezig. Maar het wordt langzamerhand wordt het een beetje professioneel natuurlijk. En nou, dit is een van de dingen die de kans geeft aan mensen om kennis te maken met sport. Het is nog best wel druk hè vanmiddag. Ja, het is heel druk. Ja. Ja, we hebben natuurlijk wat reclame gemaakt van de week op de zorgzaambeurs. Waar heel veel mensen kwamen en die we hebben gevraagd. We hebben in ons eigen tijdschrift gepubliceerd. En in de Stedendriehoek natuurlijk. Wat voor sport doet u zelf? Ja, ik wandel veel. Ja, en daarnaast wat fietsen en zwemmen. Ik sta hier naast Tom Willemsen. Tom, jij bent van het bedrijf Pronami Skills. Ja. En jullie zetten je in voor ouderen. Ja, klopt. Ons bedrijf is eigenlijk opgezet om in eerste instantie te bewegen voor jongeren. Dus daar zijn wij een paar jaar geleden mee begonnen. Omdat we merkten dat er onder jongeren een grote bewegingsarmoede is en kinderen moeten veel gaan bewegen. Nou, dat hebben we opgepakt en daar zijn we op heel veel plekken mee bezig. En nou komt steeds meer de vraag van, hey, jullie doen dat voor jongeren, maar kunnen jullie dat niet voor ouderen doen? Heeft ermee te maken dat onze oudste zoon, die zit in de ouderenzorg, dus die heeft ons daarop geattendeerd. Die zei van, pap, mam, volgens mij moet je daarmee aan de gang. En ik kom zelf uit de judowereld en daar is valbreken en rollen heel normaal. En in dit programma zijn we dus bezig om ouderen op een veilige manier, maar op een goede manier zekerder te maken in het bewegen. Ja, om ouderen te laten vallen, dat lijkt me best wel moeilijk hoor. Dat klopt. En dat heeft ook helemaal niks meer met judo te maken. Het is mensen gewoon in een training belasten die zij heel erg prettig vinden en leuk vinden om met elkaar te doen. En ondertussen ben je wel bezig om bepaalde vaardigheden belangrijk te maken. Bijvoorbeeld, hoe hou je je balans als je dreigt te vallen? Of wat kun je doen door bijvoorbeeld je kin op de borst te duwen? Weet je wel, dat soort dingen. En dan ben je niet alleen maar mensen aan het trainen hoe dat ze moeten vallen, maar je bent ze eigenlijk aan het leren zodat ze ook op langere leeftijd door kunnen bewegen op een leuke manier. Waar geven jullie trainingen? Wij doen dat nu in de Berghorst. Gaan we aanstaande vrijdag weer beginnen. Draaien we 5 of 6 vrijdagen achter elkaar en draaien we een training van 60 minuten. Met na afloop een bak koffie en nog heel even de training doornemen en kijken of dat iedereen het leuk vond. En anders doen we dat ook gewoon in programma's 1-op-1 of in een kleine setting bij mensen thuis of gewoon bij ons. Is het een beetje leuk hier op deze senioren sportsmarkt? Ja, het is leuk. Ja, ja. Zit u zelf ook op een sport? Ja, kijk hier staat. Oh, kijk eens. Bowls. Oh, bowls. Ja. Ja. Dinsdagochtend en vrijdagochtend. Dat is leuk hè? Ja. Ja, ik sta hier voor een bord en er staat op doortrappen en naast mij staan Michelle en Tjeerd. Tjeerd, hoe is het ermee? Ja, goed. Zeker. Een mooie markt hier, senioren sportmarkt. En het loopt lekker door. Je bent wel tevreden tot nu toe? Absoluut. Jullie zitten in 2 organisaties? Ja, de werkgroep die deze markt organiseert, seniorensport in Apeldoorn. En de doortrappen. Wat is doortrappen, Tjeerd? Ja, dat is een project om mensen veilig op de fiets te laten zitten. Nou, veilig fietsen tot je 100 staat op onze banners. In ieder geval gaat het erom dat mensen zo lang mogelijk blijven fietsen, daar ook plezier in hebben en tegelijkertijd wel zich veilig voelen om te blijven fietsen. En daar informeren we en stimuleren we bij. Ja, ik ga straks een handtekening vragen aan Henk Veenstra, want hij is Nederlands kampioen bowls, Henk. Klopt, ja. Wanneer ben je dat geworden? Daar ben ik geworden vorig jaar in 2020. In 2021. Dat was indoor en dat speelden wij in Breda. En daarvoor ben ik outdoor kampioen geworden in Haarlem. En dat was een dubbele prestatie. Geweldig. Hoe lang zit je al bij de bowlsclub Apeldoorn? Ik zit vanaf 2001 bij de bowlsclub toen ik stopte met werken en tijd ervoor kon vinden om bowls te gaan spelen. Wij bestaan dit jaar
30 jaar. Oh, dan hebben jullie feest. Wij hebben feest, ja, dan gaan we een feestje bouwen. Ja, mooi. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. I wanna be a part of that number. Oh, when the saints go marching in. Bedankt voor het kijken. Ik wens u nog een hele mooie dag. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Dag!